Yo, we're going back to the crack. Oh! Ik kon het weer niet laten, jongens. Ik moest maar weer eens een keer crack gaan gebruiken. Dus... Oh, ja, ja. Zijn we nou gewoon weer aan de crack? What the fuck hoor ik nou weer? Oh, gelijk een gangfight hier beneden, joh. Hallo mensen, wat zijn we nou aan het doen? Hem. Oh, wat? Ze schiet ook op mij al? Het is dus een klein tijdje geleden dat ik dus een crackdown ben gaan doen. Ik was even niet zo heel geïnteresseerd in deze game. Maar we zijn er vandaag gewoon weer. Hallo people, over die internet. You already know it's good. Oké, hi back. Kan ik deze guy gewoon uitzetten alsjeblieft? Want hij praat echt om de 5 minuten. En kijk, ik weet het, mijn commentary is niet al te best. Maar hij hoeft me ook niet de hele tijd te interrupten. Kom maar, bitches! Nee. Ik wil deze op... We gaan deze meenemen. We gaan onze bom meenemen. We gaan ons explosief meenemen. Dit wordt onze... Onze shield dingy-jiggy. Dit gaat onze shield worden. Oh. Hey joh! Hey! Ben je normaal? Wat voor... Holy shit, hoe snel ga ik dood hier? Fucking shit, fucking pauper. Nee. Misschien moeten we even op een agility spree gaan, dus laten we dat eventjes gaan doen. Let's see what you got. Hallo, don't mind me, just passing the shit. Hallo mensen, hoe is het met jullie? Allemaal kapot! Stop, bitch! Oh! Sterf! Nee, ik ga niet... Fuck yo, bitch ass! Oh, deze kan je lukken? Hell no, motherfucker! Easy! Oh, is reloaden ook alweer. Kan je niet reloaden? Eén manier om naar achter te komen! Oh, easy. Easy, bro. Hello, good sir! Fuck you! Oh, we hebben snipers, moeten we even oppassen. Ik ben een beetje rustig aan het worden en het irriteert me wel een beetje. Maar ja, eigenlijk ligt het ook aan mezelf, want ik was niet zo heel erg geïnteresseerd om te spelen, dus... Eigenlijk... Nog niet zo, ik kan het duurde 10 jaar, fucking... In plaats van dat de enemies een threat waren, was mijn parkour skills gewoon een threat. Godverdomme, wat ben ik fucking slecht in deze game geworden. Dat is niet gezond. Kijk, ik zit al te denken van, ja, ik moet dus waarschijnlijk even mijn agility en dat soort shit upgraden. Maar ik denk van, hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik aan mijn speed en zo allemaal upgraden? Oké, ik word gesnapt uit die air. Bitch. Jongen, schiet hem. Nou, schiet hem gewoon dood, jongen. Fucking koud hem gewoon. Nou, dan ga ik je wel lobben, hè, bitch. Sterf maar. Allemaal, stuk voor stuk. Fuck jullie bitchasses. Bitch. Sterf. Bitch. Mijn agility. Dat doe ik ook even. Oh, deze bitch staat hier gewoon in de open? Come on, man. Wat wil je van mij? Mij in de kol nemen, oké, ja. We gaan even een harpoen kunnen proberen. Dan ga ik even iemand met een sniper proberen te vermoorden. En dan ga ik kijken of ik die bitch van een afstandje kan doodmaken. Oké, die hebben geen sniper. Die ho ziet eruit of die sniper heeft. Zo! De motherfucker is geharpoen hier. Ah, daar. Ho! Zet de rocket launcher. What the fuck gebeurt hier? Ja, nee. We nemen mijn tijd. We nemen rustig mijn tijd. Zodat we dadelijk Princess Peach door de hart kunnen schieten. Ja, hoeveel doet deze harpoen bij haar? Moet ik wel raak schieten natuurlijk. Is zij immuun naar deze harpoen? Princess Peach is fucking immuun. Ik denk wel dat er meer guys spawnen dadelijk. Damn. Oké, ze heeft 1 bar minder. Dat is goed. Maar dan krijg je haar HP erbij. Maar Peach, als jij ook even weggaat. Ze krijgt HP erbij, man. Waar is zij, jongen? Waarom doet dit zo lang? Even. Hallo, meneer. Oké, dat is goede damage. Ik blijf hier van spammen. Fuck dit.
Waar al dat werk. En dan... Zij kan 10 raketten, 30 harpoenen en een kut nemen en ik wil geen raket! Jongen, is zij nou immuun van alles of wat? Mag ik geen long range attack doen hier ofzo? Wow, dat deed eigenlijk helemaal niks voor damage. Maar we kunnen het wel laten werken. Oké, trouwens, nee, is niet zo heel slecht dit. Pussy mode, jongens. Nogmaals, psychotic difficulty is makkelijk te cheesen. Dit is... Wacht, staat ze nou vast? Ze schiet helemaal niet. Zit ze nou vast? Zit ze nou vast? Hè? What the fuck? What the fuck, zie? Zag je haar glijden? Hè? Wat? Zag je haar glijden? Volgens mij zat ze vast in een slide pose of zoiets. Hè? Nou, I don't give a shit, psychotic mode. Suck my hair! Mystery. Wacht, is de sound nou geglitched? Hold up, als ik nou even niet doodga. Hoor dit. Er komt geen agility sound vandaan. Ik denk dat ik Baby Girl een beetje te erg heb geglitched. En dat nu de game een beetje in de war is van wat ze nou precies moeten doen, denk ik. Dan nog iets minder, hè. Nee. Oh, hallo meneer. Wat kom jij doen hier? What the fuck gebeurt hier nou weer? Get the fuck out here, man! Oh, what the fuck? Ze surrounden me in één keer met de invisibility ability of zo. Waar de fuck komen al deze mensen vandaan? Hey, dat accepteer je niet. Ga weg. Dit is unacceptable, hè? We gaan wel gewoon hem even slubbingen. Maar eerst natuurlijk even die agility orbs, want dat is natuurlijk belangrijker dan bad guys verslaan, hè? Oh, dat was een zieke jump. Oké, dat was een goede jump. Oké, meneer, als jij dat zegt. Hij zit hier binnen? Wacht, ik heb helemaal geen cutscene gekregen of iets. Oh, nu wel. Oké, dat duurde gewoon even. Oké, wie is dit dan? Boris Baron Mikhailov is responsible. Boris Mikhailov, dit is, wie is dit? Dit is, de vader van Dr. Eggman. Gerald Robotnik. Ja. Oké, die harpoen doet geen damage. Waarom doet die harpoen geen damage? Oké, ik denk dat het slim is als we deze even gaan veranderen van gun. Oeh, dat is allemaal onze wapen. Oh, meneer, u wordt geshred hier. Meneer, wat heb je daarop te zeggen? Oké. Een HP erbij, deze guy krijgt ook HP erbij. Ah, kom op, game. Wat nou met je psychotic? Oh nee, we gaan... Nee! Ik wist het! Twee bars en hij is in één keer dood. Holy shit, oké, misschien dat hij dan... Doet hij dan ook 4 bars of damage? Dat die baas dan in principe in één keer dood zou gaan? Is dat waarom ze geen damage krijgt van de harpoen? Omdat zou een beetje te easy zijn. Holy shit. Oh, hij kan niet reloaden, ik heb hem vast in de animatie game. Come on. Psychotic game, kom op. Is dit psychotic? Is dit psychotic? Come on, bro! You suck ass, Murray! Oh, easy agility, dankjewel. Dan gaan we hier naar de crates toe. Die jump is makkelijk te halen, zoals je kan zien. Oh, echt net niet. Weet je wat, wij stelen even een auto, want auto's zijn best wel duur, want ja. Heb je geld of zo? Aan de kant, mensen! Wacht, we gaan even slow doen. Hallo, dames en heren! Oh, wow, ik raak dus helemaal niemand ermee. Tuurlijk. Kan dit oppakken? Ik heb wat sterker voor zijn. Ik ben een beetje slappy, jongens. Wat? Oh, wat gaan we doen? Oh, we gaan dat doen. En nu heb ik dat niet meer gehaald. Laat me zitten, we gaan wel weg. Stay within the standing area to count. Wat? Oké. Oké. Waar is dit? Of was er niet Crackdown DLC trouwens? Volgens mij is het Crackdown DLC. Nou, dat ik er zo over nadenk.
Want volgens mij was de DLC eerst paid DLC, maar is uiteindelijk gratis geworden, dacht ik. Want ik heb eens op de Xbox Store gekeken. En toen zag ik dat dat gratis was. Wat interessant is om te weten, want... Ik weet niet of de DLC hiervoor duur was of altijd gratis is geweest. Want als het wel geld kost, dan ja. Misschien heb je geld. Want deze game had dus wel DLC. Maar... Goed, ik koop eigenlijk dus nooit DLC voor games. Misschien als gratis. Het eerste wat ik eigenlijk heb gedaan is Mario... niet Mario Odyssey, wat ik zeggen. Tyfus, ik haal dat niet. Sonic Unleashed. En Mario Kart 8 Booster Course heb ik gehaald. Maar voor de rest had ik echt nooit DLC's. Maar alle Smash Bros. DLC's heb ik nooit gehaald. Kijk, wat hebben we nog meer? Noem maar op eigenlijk. Die kant ook nog? Oké. Daar haal ik namelijk niet zeker. Jongens, don't mind me. Just passing door. Ik ga dood. Ik wist het, jongen. Fucking... Ah, wow, ik verlies ook nog. Ja, jongen. Ik verlies ook nog de helft. Ja, weet je. Fuck dit missie. Fuck deze missie, man. Fuck dit. Fuck deze zooi. Fuck jou. Fuck. De Boogerino is er weer. De Boogerino. Kom maar, agentjes. Ik neem jullie allemaal in de keyboard. Oh. Dit ding bestuurt echt als dikke scheid. Hello, people. Woo. Flippy. Oeh, ja. Dat was een goeie. Kijk hoeveel XP afgeven. Ik kan best wel makkelijk de drijfding omhoog gooien, zo denk ik. Fliptijd! Eww! Hoho! Oh, dat is dan geen XP waard. Saai game. Oeh! In de water! Dat was het niet echt waard, als ik heel eerlijk ben. Nog een supply point erbij. We zijn gewoon beast aan het worden vandaag. We gaan heel even ergens anders heen. We gaan denk ik even naar Los Muertos. Deze guy is echt fucking hinderlijk. Pak die teringman vast, jongen. Fucking Kaulo, jongen. Oh, ik haat deze agent. Echt niet normaal. Ik zweer het je. Deze guy kan echt geen flikken. Ik had beter naar die donkere dude kunnen switchen. Jason noem ik hem wel. Veel coolere guy dan deze fucking mislukte pauper Chinees. Oh, we zijn level up. Voor wat? Oh, onze driving. Ah. Ja. Nu kan ik beter rijden en heb ik niet meer zulke ongelukken. Laten we zo eentje proberen. Ik wil een keer Sun Challenge ook completen. Let's do this. Hé? Hey. Wat? Hello, you know? Oh, verkeerde checkpoint. Oh, is dan zo'n game? Is dan zo? Vind je dat knapper of zo? Vind ik niet leuk. Maar wij zitten al 8 van de 28, nog niet zo'n minuut, dus... Het lijkt me sterk waarom dat zo lang zou moeten duren. Misschien ook omdat ik al Agility 3 heb. Dat het zeg maar één van de beginner is. Dat als je Agility 1 hebt, dat je deze moet doen. Misschien... één sterretje net. Weet je wel, dat je net één sterretje moet hebben om deze te kunnen doen. Dus dat er nog een vrij beginners is. Want als je ook een hogere Agility hebt, kan je ook sneller bewegen, zeg maar. Misschien dat dat er ook wat mee te maken heeft. Kom maar door. Oké, die is al een eindje verwijderd. Qua auto's dan, hè. Oké, daarboven. Ik vind het toch wel een beetje worrying worden als je het mij vraagt. Moet ik hier naar boven? Man, wat een triest spel. Oh, mijn fucking Jantje tering. Bij deze hele fucking... Wow. The fuck is dit nou weer? Sergej Zavodnik. Sergej Sovetnik Yuriev runs the Vox... Dit zal wel Wario's broer zijn ofzo. Oké, dat is iets.
Holy shit! Wacht, deze motherfucker teleporteert gewoon naar de bovenverdieping, jongen, wat? What the fuck? Oh, moeten wij hem, moeten we hem echt serieus uit zijn gebouw gaan lokken? Oké, weet je wat, game? Oké, ik geef je deze, dit is nog wel vrij uniek en, misschien al best wel geinig. Ik, vergeef het je voor deze keer wat ik net over je zei, dat je best een kutspel bent. Dat is gedeeltelijk waar. En nu ben ik dood, dus eigenlijk was het nog steeds best waarloos. Dank u, my friend. Vieze vuile. Hey, meneer! Meneer! Kom hier, jij! Bitch, kom hier, jij! Dat pik ik niet, hè? Vuile, vieze flikker, kom hier! Kom hier, bitch! Hè? Dat denk je wel niet? Hè? Beetje mee aanrijden, hè? Vieze peug, hè? Kom dan! Oh, hebben hier gewoon een geheime bunker in zitten, joh? Oh, deze motherfucker kent alles, hoor. Damn. Ik moet het echt dan via daar in raken. Oké, dat is goed. Lekker! Easy strategy gamer. Oké, meneer. Ah ja, meneer is nu hier. Oh, wacht. Harpoon deze motherfucker. Oh. Oké, waar staat ze op een queue te wachten of zo? Wat? Oh, wanneer mag ik dan naar buiten? Doe? Pussy mode. Bitches! Searchies a lot, Nick. You're a little bit. Zo, kijk. Nee. Hebben we hier nou een imposter zitten? Looks kind of suspect. Could be an imposter. Imposter! Bitch! Dank jij nou een beetje, hè? Ik zie wel waar je wil, een beetje in de environment blenden. Fucking imposter, ik weet wel waar je wou. Vieze flikker. Hey, mystery. Nou jongens, ik kap hem even voor vandaag. Ik word echt zagrijnig van deze game een beetje. Wil je nog wel dat ik deze game een keer ooit ga spelen? Laat het dan gewoon weten. En dan kijk ik over 10 maanden nog wel een keertje. Well, that was your head. Dankjewel voor watching en adios, amigos. Misschien heb je geld of zo. Wally, see you in the ECM. An imposter.